Hebben jullie het ook zo warm? Ik kom net weer buiten. In de zaal is het zelfs nog lekkerder koel. Omdat het zo warm is, heb ik ook niet een vetje op gedaan. Maar we hebben ook wat voor de warmte voor de zeugen. Want ik ga zo zelf wel lekker het zwembad in. Alleen dat zou niet eerlijk zijn als de zeugen het dan ook warm hebben. Dus daar hebben we iets heel fijns voor hun op bedacht. Kom maar mee, ik laat jullie zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ga heel zachtjes praten trouwens. De varkens die liggen hier nog allemaal lekker te slapen. Daarom praat ik ook wat zachter, zodat ze niet wakker worden. Want met dit warme weer hoeven ze eigenlijk alleen maar in beweging te komen om hun voer en drinken te halen. Want anders dan is het veel te warm. En als we ze nu lekker laten slapen, dan blijft het koel. En om het nog koeler te laten houden, laat ik jullie zo zien wat we daar dus voor hebben. We zijn nu in de groep en de verneveling die is aan. En zoals je kunt zien, lijkt het een beetje op mist. En het zijn ook hele kleine en fijne druppeltjes. Het is ook een soort van mist, want het is heel koel. Nu wordt het zeg maar hier afgekoeld, alsof je een koudere ruimte binnenstapt. Alleen de varkens die worden helemaal niet nat. Deze blijven ook gewoon lekker liggen. Ze worden echt niet nat en ze schrikken er ook niet van. Want het maakt ook bijna geen geluid. En toch wordt het hier lekker koel. En zo blijft hij heel eventjes aan. En dan gaat hij weer uit en er zit een gevoelsensor op. En die voelt dan hoe warm of koud het is. En of het dan weer nodig is om wat te sproeien of dat hij eventjes moet wachten. Terra ligt daar met zijn tong uit de mond. Blijven ook allemaal wel lekker doorslapen zoals je ziet. Ja, ik ben nu deze even lekker aan het kietelen, want dat vinden ze altijd nog fijn. Blijven ze ook lekker staan. Nou, dit is de temperatuurkast. Hier zie je de temperatuur van wat het buiten is. En hier de temperatuur van hoeveel graden het binnen is. Zoals je kunt zien is het in de groep, zeg maar, en hier in de stal veel koeler dan dat het buiten is. En dat is wel heel erg fijn voor de varkens. Want normaal als je dieren in de stal hebt, is het juist met dit warme weer warmer dan dat het buiten is. Omdat die ook warmte produceren. En nu is het zelfs bijna 1,5 graad koeler. Dat was het net in ieder geval. Maar goed, het werkt dus heel erg goed, dat vernevelingsding. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ik ga nu naar buiten en ik voel, het is echt veel warmer dan naar binnen. Dus ja, nou, ik ga me uitdouchen en dan ga ik lekker in mijn zwembad duiken. Anders krijg ik het ook veel te warm. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Dus ja, tot de volgende keer. Doei! Ik kom nu net uit de stal. En toen zag ik de giertrekken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik nog wat vergeten om te zeggen. Want wij doen niet alleen binnen wat tegen de warmte. Maar we doen ook buiten wat. De giertank die we normaal gebruiken voor de mest om de land te doen, gebruiken we nu om water langs de stal heen te sproeien. De stal die zuigt de buitenlucht aan voor in de stal zelf. En nu zorgen we dat die lucht die in de stal komt al wat koeler is als die erin gaat. Dus ja, dan hebben de varkens nog wat koelere lucht. Ik hoop dat jullie dit een mooie vlog vonden, want dit is nu echt het einde van mijn vlog. Nou, tot de volgende keer zou ik zeggen. Doei!